Het is natuurlijk een hele belangrijke dag voor het Hoftheater, want de eerste paal geboord, dus mensen echt vaak slaan, maar dat gaat hier een beetje lastig, want dan zou het gebouw instorten. Dus heel voorzichtig wordt er geboord. Dus de start van de echte bouw, fundament en vervolgens bouwen we door tot september 2013. En wanneer is de officiële opening? De officiële opening wordt dan wel toch in januari, want we hebben nog wel maanden nodig om in te richten. We werken natuurlijk ook met vrijwilligers. Dan krijg je in een kerstperiode, moet je ook niet willen openen. Dus we hebben 10 januari 2014, dan moet het gebeuren. Ja, nou, het is natuurlijk een heel compact klein gebouw. De theaterzaal blijft bestaan. De stoelen veranderen dus ook niet. 300 zitplaatsen in de zaal. Het toneel wordt groot, want het is een heel klein toneel. De meeste voorstellingen worden op 10 bij 10 gebouwd. Dat toneel hebben wij straks. Mooie intieme foyer met theatercafé erbij. Nog wat multifunctionele ruimtes erbij. Maar een heel compact gebouw, wat ook energie, als de bedoeling is, energie-neutraal zelfs wordt. We hebben er ontzettend veel zin in. Het kan ons niet snel genoeg gebeuren. We vinden het ook best spannend nu in de winterdag beginnen met een bouw. Want als het een beetje stevige winter wordt, dan hebben we een vertraging. De aannemer zegt dat het goed gaat komen. Daar vertrouwen we dan maar op.